Zit het goed? Zit het goed. Oké. Okay. Wat intens is. Nou. Hier is deze. Hoi en superleuk dat je er bent voor een nieuwe video. Wij filmen vandaag eindelijk een Q&A. Daar kregen we echt mega veel vragen over. We hebben er geen meer gemaakt sinds... persconferentie? Sinds de persconferentie. Sinds dat we echt oud en nieuw open met z'n drieën zijn. Dus het wordt een primeurtje. Jullie hebben vragen ingestuurd. Het waren er echt heel veel. En het waren leuke vragen. En ook heel veel vragen van dezelfde strekking. Deze video is in samenwerking met Cloudpillow. Jullie weten inmiddels dat we al heel lang met hen samenwerken. We zweren bij deze kussens. Het zijn echt de allerfijnste kussens ever. Ze hebben een koude kant. Dat is deze blauwe. En een warme kant. Dat is die witte. En daar voel je echt verschil in, zelfs als je er nog een sloopje overheen trekt. Ze zijn helemaal zelf af te stellen, als in je kunt de vulling eruit halen of erbij doen. Waardoor ze geschikt zijn voor alle soorten slapers. Jij slaapt altijd op je rug. Op mijn rug of mijn zij. Ja, maar steeds meer op je rug. Meer op mijn rug. Ik merk het aan mijn haar. Ja, het is een verschuiving. Ik merk het ook aan mijn haar. Maar ik ook meer op mijn rug. Wat dan? Mijn kat in bed ligt. Daarmee in contact. wat wil ik erover zeggen? En ik slaap meestal op mijn... zij op mijn rug en Koen slaapt altijd op zijn rug. En ik slaap trouwens ook op mijn buik. Ik ben niet per se een hele stabiele... Nee, jij bent niet een stabiele slaper. Nee, maar ik ben geen stabiele slaper. We all know. maar goed, deze kussens zijn echt mega fijn. Ik heb er een code voor je, Michelle. 25 geeft je weer 25% korting. Ja, wat ik zeg, wij zweren erbij. Dit is zeg maar zo'n ding waarvan we iedere keer zeggen... dit zou mee moeten kunnen op vakantie. Omdat, nou, ze slapen gewoon echt het allerfijnst. Oké, we gaan beginnen met alle vragen... Ik kijk af en toe hier op dit schermpje, want hier zien we onszelf. Dus we kunnen zien of we nog een beetje verloren zijn bij zitten. Oké, laten we beginnen met de eerste. Mijn haar had ik echt moeten wassen trouwens voor deze video, jongens. Het is desastreus. Schatje, hou op. Yours is stil. Ja, maar mijn haar had ik ook moeten wassen, maar ik heb het gegroten. Lijkt het nog iets? Lijkt het nog iets. Oké, de vragen. Eerste vraag. Hoe is het met jullie? Ja, goede vraag. Ja, wat een goede vraag. Het gaat op zich goed, denk ik. Ja, zeker gaat het goed. Het gaat heel goed. We zijn alleen best wel heel druk. Ja, het is gewoon een hele volle week altijd. Volle weken, heel veel te doen. Onze eigen bedrijven, jullie daarbij, waar gewoon heel veel tijd in gaat zitten. dus dat is een beetje zoeken. Kinderen. 7 kinderen. Wat gewoon echt heel veel is. Maar ja, het gaat over het algemeen wel echt heel goed. En met ons 3 gaat het in ieder geval heel goed. Het gaat sowieso heel goed. Dat is heel fijn en positief. Ja, oké. Okay. De tweede vraag. Vind je de verantwoordelijkheid eng met veel mensen in dienst? Ik vind dat wel echt een wennen. Ja. Want voor jezelf werken is toch wel heel anders dan met mensen in dienst. Gewoon, het voelt gewoon een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja, je voelt die verantwoordelijkheid en er ligt wat dat betreft veel meer druk op voor, voor je gevoel. Als in, je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf en voor ons gezin, maar ook... voor het inkomen van heel veel andere mensen. En dat vind ik soms best wel heftig. Als in, bij al je andere dingen kun je wel eens denken... Well, ja, ik heb gewoon even een dag echt helemaal geen zin. Maar er is wel een bedrijf wat moet blijven draaien met bijna 15 man personeel. Dus ik vind dat ook wel echt... Die verantwoordelijkheid vind ik soms heftig. Ja, eens. Echt heftig. Maar goed, ook wel, het is ook wel heel leuk. En we hebben echt een fantastisch team met hele lieve, leuke meiden. Ja. Dus daar ben ik ook heel trots op en heel blij mee. Maar inderdaad, het voelt soms best wel als dat je denkt, it's a lot. Ja, ze zijn echt afhankelijk. Van, qua inkomen van je bedrijf. Ja. En we zijn natuurlijk gewoon, wat dat betreft, ook nog echt een soort van snotneuzen. Dus dat voelt dan gewoon soms dat je denkt, oh my god, hoe zijn we op dit punt gekomen? Zeg maar binnen zo'n korte tijd. Dat is wel echt pittig. Ja, helemaal eens. Helemaal eens. Wat is de grootste uitdaging als ondernemer? Nou, dat dan denk ik ook meteen. Ja. Personeel. En dat alles op jezelf hangt of zo. Nou, dat vind ik, dat wou ik zeggen. Dat vind ik ook wel heel erg. Dat als je besluit niks te doen, dat er ook niks gebeurt, zeg maar. Ja. Dat je jezelf, zeg maar, draaiende moet houden. Ja. Of zo. Ik weet niet hoe ik dat goed moet verwoorden, maar... Je bent gewoon helemaal zelf verantwoordelijk voor je inkomen en voor de omzet en... Nou ja, eigenlijk gewoon voor alles. Alsof je kunt het niet even bij iemand anders deponeren en denken, good luck. Zo werkt het gewoon niet. Of gewoon de deur achter je dicht trekken en denken, vandaag is mooi geweest.
Dat denk ik wel eens. Oh, dan zie ik op kantoor de meiden naar huis gaan. Dan denk ik, oh my god, wat lekker. Ja, ik hou echt van de vrijheid die we hebben. Maar dat is soms wel dat je echt denkt van, hoe heerlijk als je gewoon als er gewoon een keer niet is. Ja, eens. Ook op vakantie en zo, weet je wel. Zelfs als we op vakantie zijn, ben je altijd met de zaak bezig. Ja. En dat wist ik, want papa had natuurlijk altijd op heeft een bedrijf. Dus ik weet niet beter dan dat dat zo werkt. En dat je gewoon, ja, dat dat nooit uitgaat. Maar op het moment dat je het dan zelf hebt, dan denk je soms wel, oh my god. Je krijgt ook wel, vind ik persoonlijk, een nieuw soort van begrip of zo. Ja. Voor mensen in je omgeving die dat ook hebben. En veel meer respect of zo ja. ook. Ja. En dan snap je ook waarom op vakanties vroeger bij wijze van de telefoon altijd, zeg maar, er ook bij was. Ja. Ja, eens. Dus dat. Dus dat, ja. Wie zijn de eigenaren van Jolene Way? Ja, dit is een veel gestelde vraag. Ja. Inmiddels wij, met z'n drieën. We waren met z'n vier in het begin, Sjaakje en ik en ons compagnons. En inmiddels zijn zij niet meer in het bedrijf. Zijn ze allebei iets anders gaan doen. Dus doen wij het nog samen, met z'n tweetjes en met Koen. Dus met z'n drieën. Ja. Dus alles samen. Dat is heel fijn voor de werk-privé. werk-privé scheiding, die zeg maar gewoon non-existent is. Nee, die is er niet. Nee, die is er echt niet. Maar dat vind ik ergens ook wel heel fijn. Ik ook, dat je het echt samen doet. Dat je het echt samen doet. Oké, dat was even een ontbreking door een kind. Door. Waar waren we? Oh ja, de eigenaren. Nee, de eigenaren. Eigenaren, ja. Ja, dus inmiddels doen we het samen. Oh ja, we hadden het over het werk-privé non-existent scheiding. Maar dat is het is wel, want je kan echt delen wat er, zeg maar, waar je mee struggelt. Of wat juist heel leuk was. En dat de anderen het snappen of zo. Ja, mensen zeggen wel eens van, heb je elkaar dan nog s'avonds iets te vertellen? Ja, en dat is wel echt zo. Dat is echt zo. Ik vind juist omdat we ook alle drie onze eigen verantwoordelijkheid hebben. Dat vroeg ook van mensen. Koen die doet financiën en personeel. Jacques doet social en alles wat erbij komt kijken. Ik doe inkoop en ik ben, zeg maar, het hoofd van de foto's. Dus dat is ook mijn stuk om daar, zeg maar, voor zorg te dragen. Dus we hebben wel echt alle drie ook ons eigen eilandje binnen het bedrijf of zo. Waardoor je wel altijd, ja, waardoor er wel nog genoeg te lullen is. Ja. En dat is ook wel zo vervelend, want het gaat ook gewoon echt heel weinig over. Het is heel moeilijk om dat af en toe los te laten. Ja, dan uiteindelijk komt het gesprek toch weer ergens gaandeweg. Komen we toch weer op hetzelfde onderwerp uit. Ja. Ja. Maar het is ook, voor ons voelt het denk ik wel echt dat we doen. Ik merk wel op een dag, net zoals afgelopen weekend met zo'n vrijgezellenfeest, dat je dan, en je ziet elkaar de hele dag niet, of als wij op inkoop zijn of zo, dan dat je echt denkt van, oh my god. Dit gebeurt bijna nooit. Dit gebeurt bijna nooit. Nee. Heel veel mensen zeggen dat van, word je gek van dat je continu samen bent? Maar wij vinden dat zelf echt het allergrootste cadeau wat er is. Dat we gewoon alles samen kunnen doen. Ja, gewoon bij elkaar kunnen zijn. We zijn gewoon niet zo heel goed in elkaar missen, denk ik. We zakken dit. Hebben we lang genoeg gedaan. Klinkt dit? Ja, dat klinkt echt heel... Heel erg secte. Maar dat zijn we niet. We are. Nee, dat zijn we zeker niet. We zijn gewoon heel erg bij elkaar. Ik ben het niet teken is. Ja. Even kijken, waar waren we? Word je herkend op straat? En zo ja, vind je dat vervelend? We worden echt heel veel herkend op straat. Als in dat we zelf denken, hoe dan? Want we zijn natuurlijk eigenlijk gewoon niemand. Maar door het verhaal van ons drieën zijn er denk ik inmiddels toch heel veel mensen die wel weten wie we zijn. Ja. Dus dat gebeurt wel echt heel veel inmiddels. Het gebeurt eigenlijk zelden meer dat we de deur uitgaan en dat we niet herkend worden. Nee, en ik moet zeggen, dan is er wel een verschil tussen als je op een feestje bent bijvoorbeeld. Ja. Op een festival of met carnaval. Dan komen mensen echt vaak naar ons toe. Ja. Om ofwel een foto te maken of een praatje te maken. Of gewoon... Wel altijd heel leuk. Heel leuk. En wij vinden dat ook. Ik vind het, zeg maar, leuker. Ik was van de week bij Florijn met een kindje. Toen was er ook iemand die heel leuk zei. Hey Michelle Bolle, dit is voor jou natuurlijk heel raar. En dat is het eigenlijk niet. We zeggen heel vaak van, ik heb liever dat mensen dan gewoon iets zeggen. Dan wat heel veel andere mensen doen. Blijven staren. Ja, gewoon kijken. En je soort van continu in de gaten houden. En dan niks zeggen. Dat voelt echt. Of achteraf. Een DM sturen van, ik zag jullie. En dan denk je, ja, dan mag je gewoon hoi zeggen. We zijn maar gewoon mensen. Ja. En ik zeg zelf tegen iedereen hoi. Dus echt, zeg vooral ook hoi. Ja. Ja. En het besef is denk ik wel... Dat vind ik wel heel lijp, hè? Dat mensen denken van, oh my god, je bent in één keer iemand gewonnen die andere mensen, zeg maar, herkennen of zo. Nou, ik vind ook bijvoorbeeld, ik liep net in de H&M en Sebastian die trende de roltrap achterstevoren op. En Rogier hing onder een ding liggen en dan denk je,
doe dit niet. Doe het niet. En dan ben je er toch ook bewust van. Ja. Van, je bent niet alleen maar dat je denkt, moeder, en doe dit niet. Maar ook van, gewoon, ja, je weet gewoon dat mensen je ook herkennen die jij niet kent of zo. Ja. Ik weet niet. Dat, daar ben je altijd van bewust. Of zo. Ook mensen die niet altijd per se het positieve, zeg maar, voor hebben. Ja, dat speelt wel. En vooral, ik vind op feestje en zo. Ik merk wel dat ik ben me wel anders gaan gedragen. Mm-hmm. Ja? Schat. Oh. Toch? Ja, een beetje. Wel een beetje. Maar niet je bent extreem. Wel ik ben wel ook nog steeds mezelf. Ja, wij bijvoorbeeld met onze vriendengroep zijn het gewoon altijd. Ja, iedereen is gewoon heel leuk en klef met elkaar. En wij vinden het allemaal heel normaal, want zo is het gewoon altijd geweest. En we zijn gewoon allemaal helemaal heel touchy. Maar voor andere mensen is dat. Die denken dan soms van, wat de fuck is dit? Hoe groot is deze poli precies? Terwijl de poli beperkt zich echt tot dit drietal. En het is zeker, close. Het is very close. En het is niet, zeg maar, een open relatie of zo. Nee. Dus je merkt wel dat je daar, zeg maar, wat bewuster van bent. Van, oké, hier kunnen mensen, zeg maar, iets van maken of zo. Ja. Dat. Ja. Wat maar soms ook totaal niet. Want dan heb je 5 in je klink en dan denk je, zal wel. Who cares? Even kijken, wat je kent, hoe zijn jullie met z'n drieën bij elkaar gekomen? Ja, dat verhaal. Voor mijn gevoel hebben we dit al gedeeld. Ja, al heel vaak, maar die vraag zat er wel echt vaak ook tussen, dus daarom staat dit pleisje. Oké. Oké, we zullen nog 1 keer een recapitulé doen. Ja. Maar wij kwamen elkaar. Oké, laten we. 5 jaar geleden. Ja, maar laat mij beginnen, want jij had de blog. Ja. En dat was een inimini. Jij was zwanger van Morris. En toen was ik zwanger van Floris. En toen zocht ik. Online, gewoon naar, ik weet niet eens meer waar ik naar zocht. Geen idee. Ervaringsverhalen. Dus toen kwam ik op jouw blog, dat werd op een gegeven moment Insta. En toen hadden wij vaak contact. In DM. Ja. Dit was nog echt way, way back. Ja, dit is echt way, way back. Ja, toen, morgen is het 8. Ja. Dus zo lang is dit geleden. Ja. En toen, toen was er een festival. Toen gingen we wel altijd DM'en en dat ik op vrouw val, of dat was, zeg maar, dat is al redelijk bekend. En was dat toen ook al? Dat ik op vrouw viel. Ja, maar want als ik heb altijd op vrouwen gevallen. Jawel, maar meer van dat jij, daar deelde jij toch niks over? Wel, voor mij heb ik daar wel eens iets over gedeeld. Over niet in een hoekje passen en dingen. Dus dat ik op vrouw viel was, zeg maar, niet een geheim. Maar ik had er nooit, wel eens een keer een uitspatting, zeg maar nooit, zeg maar, daar op een andere manier echt over nagedacht. En nou, Koen was er. Ik ben gewoon met een man getrouwd en hij is gewoon ook, dus het was, zeg maar, nooit echt een ding. En toen, wij zaten iedere keer te DM'en en toen dacht ik wel, iedere keer van, er is gewoon zo'n ding, toch? Soms heb je met iemand dat je denkt, er is een ding. Maar wat, zeg maar, niet heel erg te vatten was of heel erg tastbaar was. En toen was dat festivalen dus. Ja. En dat was. Toen deelde je, want anders had het nooit gekund. Toen deelde jij nog gewoon op dat moment wat je deed. Dat ik stond te schuilen. Dus ik zag op jouw Insta, zag ik dat jij daar ook was. Of dat jullie daar waren. Dus toen stuurde ik, staan jullie ook te schuilen? Want het regende super hard, wij stonden in de tent. Ja, wij zijn daar en daar. Zeiden, wij zullen elkaar kijken. Toen zei ik tegen Koen, er is iemand die ik echt even hoor wil zeggen. En hij dacht echt, rot op, weet je wel. Waarom wil je altijd die volgers hoor je zeggen? Echt, kap. Maar ik dacht, ik moet deze vrouw hoor je zeggen. Dat moeten we gewoon doen. Dus zei, kom, we lopen daar gewoon even heen. We zeggen, gedag. Bij zo'n Desperados-achtig ding was dat, toch? Nee, want ik was. Die stage waar jullie stonden. Ja, maar dus ik zei, wij zijn bij Maine. En toen zei jij, oké, wij zijn nog daar en daar, wij komen daar zo heen. En toen wilde de rest van ons groepje wilde al door. Dus wij gingen door en toen stuurde jij, waar ben je dan? Toen ben ik als een gek, ben ik in mijn eentje teruggerend naar Maine, want ik dacht, ik moet jou zien. En ik kan me dat moment echt nog, de dag van gisteren herinneren. Gewoon, ik stond daar en jij kwam aanlopen en ik keek jou aan. En ik kon het niet plaatsen, want ik had echt nog nooit, was ik überhaupt met een vrouw geweest. Laat staan dat je verliefd wordt. Dus je herkent het misschien niet gelijk voor wat het is. Het was voor mij wel, want ik keek haar aan en ik dacht echt, oké. Dan gewoon, dat heb ik 1 keer eerder gehad. En met die man ben ik een miljard jaar samen inmiddels. En ik keek haar aan en ik schrok er wel ook een beetje van, want ik had wel, zeg maar, eerder mezelf aangetrokken gevoeld tot vrouwen. Maar niet dat er verder echt gevoel bij zat. En nu was het, zeg maar, toen was er fysiek verder nog niks. En ik keek er aan en toen dacht ik echt, oh my god, oké. Zoek dekking, zoek hulp. En toen stonden we met z'n vieren te praten. Met Jeroen en Koen en wij erbij. En toen kregen we een gesprek over lange relatie hebben. En
En toen zei Koen van, ja, ach, die mysties moet gewoon af en toe met een vriendin of met een vrouw. En dan heb ik er verder geen kind aan. En toen had ik gedronken. Dus toen zei ik tegen, Koen tegen haar, ja, als je dit niet wil, dan kun je beter wegrennen. Want ja, anders ben je daar te pineut. En toen keek zij mij zo aan van, nee, maar dan blijf ik hier nou echt zeker staan. Terwijl, don't get me wrong, het was niet dat ik iedereen aan ging vallen die in mijn buurt kwam. Maar hij... Ja, gewoon de setting was zo. Dus toen zei ik tegen jou van, ja, dan moet je nu maken dat je wegkomt. En toen was zij echt zo van, nee, maar dan ga ik juist niet weg. Dus toen hebben we toen elkaar de eerste keer zagen met elkaar gezoend. En toen ja, was het eigenlijk gewoon gelijk aan of zo. Ja, echt meteen. Ja. We zeiden ook letterlijk na een maand, ik hou van jou. Ja. Maar goed, toen waren we dus allebei nog in een traditionele monogame... monogame als in, wat ik zeg, als je zoen zeg maar niet... Dus in een dergelijke relatie, waar we allebei eigenlijk ook oké mee waren. En toen werden we heel erg verliefd. En toen zei Koen, zei op een gegeven moment, die zei dus na een poosje tegen mij van, volgens mij ben jij echt verliefd. En toen dacht ik, ja, nee, dat kan niet, want ik ben verliefd op jou, weet je wel. Dus hoezo kan ik dan ook verliefd zijn op haar? En toen zei hij, ja, het maakt niet uit, weet je wel. Het is gewoon echt oké, ik weet hoeveel je van mij houdt. Ik merk dat er naar mij toe niks anders is. Ik merk dat er gewoon nog iemand is waar je gewoon heel veel voor voelt. Dus hij was eigenlijk heel erg oké ermee. Nou ja, ik probeerde daar ook oké mee te zijn. En zo heeft dat een poosje geduurd. Maar op een gegeven moment merk je gewoon, je bent zo verliefd en je wil gewoon bij elkaar zijn. En ja, toen kreeg jij gevoel voor Koen en hij kreeg gevoel voor jou. En ik, ja, nou, here we are. Dat is heel bizar hoor. En we hebben elkaar echt heel vaak geprobeerd los te laten. Omdat je steeds denkt van, dat kan niet, weet je wel. Het is niet mogelijk om in een relatie met 3 mensen te zijn. Want ja, hoe dan? Hoe werkt dat dan? En dat kan gewoon letterlijk niet. Dus we gingen iedere keer proberen geen contact te hebben. Het langst was denk ik 4 maanden, 5 maanden. Toen ik zwanger was van Oli. Oktober tot januari. Januari. En toen was ik dus zwanger van Olivia. En jij was dus zwanger van Rogier. En toen probeerden we het los te laten. En toen merkte ik op een gegeven moment van, ja, dit gaat gewoon letterlijk niet. Dan word ik gewoon nooit meer echt gelukkig. Hoe kun je nog zo'n fijn gezin hebben? Dan kun je het nog zo fijn hebben. Maar er miste gewoon altijd iets. En gewoon vriendinnen zijn, nou dat ging gewoon niet. Want ja, je kunt niet met je gewone vriendinnen de kleren van iemand lijf willen trekken. Ja, dat kan, maar dat is niet per se dat ik in de vriend Nee, dat was niet wat, je, wat, wat ik in de vriend op zoek en ook wat jij niet. Nou ja, je merkte ook gewoon heel erg, dat was voor mij een teken aan de wand, dat ik gewoon jaloers werd. Echt jaloers. Op het moment dat jij of jullie op een gegeven moment iets anders gingen doen, of met anderen iets gingen doen, ja. Of dat je denkt, maar wij horen, als in wel prima met iemand anders, maar dan wel wij. Samen. Ja, want je denkt echt, doe normaal. Ik kreeg, normaal. Ik weet, ja, want toen, we kregen altijd ruzie. Altijd. Als jij iets met jouw vrienden ging doen, of wij iets met ons, dan gingen we zo tegen elkaar, oké, veel plezier. Ja. Tot later, veel plezier, geniet ervan. Dat deed me echt. Zo kinderachtig. En dan ook allebei er echt zwaar aan blijven hangen. Dus ja, op een gegeven moment, er was gewoon letterlijk niet, geen ontkomen aan. En ik heb op een gegeven moment, Koen heeft op een gegeven moment zelf gezegd van, of ik zei, het waren met z'n drieën, en toen zei ik van, volgens mij, zei ik tegen jou, jij bent verliefd op hem. En toen zei jij, het werd jij eerst een soort van boos. Van echt, hou je bek, ik ben helemaal niet verliefd. Ik zei, ja, ik ken jou, 1000% dat je verliefd bent. En Koen merkte ik het ook, maar ze gingen het allebei niet toegeven. Dus toen zei ik op een gegeven moment van, wil je het proberen zeg maar een kans te geven? Om te kijken of het er kan zijn. En toen jullie het toelieten, toen was het 31 december. Fireworks. Het is echt een bizar verhaal. Het is echt bizar gedaan. Als je er weer over nadenkt. Zo. Ja. En toen zijn we nog... Kijk, we hebben dus 3 jaar zonder elkaar geprobeerd. Af en aan, samen, dan weer niet samen. En nu zijn we al ruim 2 jaar. Iets meer dan 2 jaar. Echt in een relatie met z'n drieën. Crazy. Zijn we nog sharp? Yes. Ja. Hoe reageerden jullie ouders daarop en jullie vrienden? Op zich goed. Die van jou echt heel goed. Ja, ik ging vertellen dat ik ging scheiden. Dat had een andere... Ja, moet je erbij zijn. Andere reden. Ja, dat lag niet aan ons. Nee, zeker niet. Dat was... Katalysator. Dat was de katalysator, ja. In ieder geval, dat ging ik vertellen. En ik ging ook vertellen dat ik... Dit heb ik in 2 keer gedaan, want ik vond het wel heel heftig om in 1 keer te zeggen dat ik een nieuwe relatie had. En dat niet, ze zegt, oh, als ze zeiden, oh, van, is het met een man? Is het, of er is er een andere man in het spel? Ik zeg, ja, en een vrouw. Dat je dit moet gaan Mijn opa en oma.
Ja, maar zelfs die waren echt... Die oma zei toch, is het een echtpaar? Is het een echtpaar? Ik zeg, ja, het is echt, zijn ze lief voor je? Ik zeg, ja, ze zijn heel lief van me. Oké, dan is het goed. Ja. Oké. Okay. Jouw ouders waren echt heel zen. Ja. Koen's ouders waren ook heel zen. Die zeiden gewoon, stel eens hoe zit het met Jacqueline? Dus wij zeiden, ja, we zijn gewoon echt heel verliefd en we hebben het heel fijn samen. Oké, okay. Is het zeg maar serieus? Is het iets voor even? Of is het iets voor het leven? Dat was letterlijk wat ze vroegen. En toen zeiden wij, wel echt het laatste. En toen zeiden ze, oké, dan staan we achter jullie. En mijn ouders moesten in het begin wennen. Gewoon voor zichzelf, zeg maar. Maar waren wel gewoon lief naar jou en naar de kinderen. Die hadden gewoon voor zichzelf moeite met hun eigen plaatje, zeg maar, loslaten. En maar dat duurde even en nu zijn we... Ja, we zijn er nou voor... Ja, zondag waren we met z'n tienen weer daar. Ja, nu is het gewoon eigenlijk allemaal heel fijn met iedereen. Vrienden sowieso. Papa en mama waren gewoon heel bang dat jullie mij in de steek zouden laten. Dat ik in die end maar een soort van eenzaam en alleen achter zou blijven. Dus daar hebben zij zeg maar wel even... ja, moesten ze gewoon even wennen. Maar niet op een slechte manier. Ze hadden gewoon even tijd nodig om te, een soort van voor zichzelf plekje te geven of zo. Te schaken, ja. Dat is goed woord. En vrienden en... Nou, bijvoorbeeld Robin, mijn broertje, die was echt... Die is helemaal... Die kat. Ja. It's a poes. Oké. It's a poesie. It's a kitty cat. Kitty cat. Ja, die was vanaf het begin... Nou, Robin is echt vanaf... En Meesje ook. Die zijn echt vanaf het begin zo supportive en lief. En Robin heeft, toen we net samen waren, zo'n hele schoolbus gepakt. Waar die achter ieder raam een kind van ons heeft geplakt. Inclusief de feutus die nog in mijn buik zat. Loutje. Dus hij, die zijn echt mega supporters geweest en ja. Hebben altijd achter ons gestaan. Vrienden eigenlijk ook, idem dito. Ja. We zijn ook niemand eigenlijk verloren als je erover nadenkt. Nee. Geen vriendschap of whatever. Nee. Hierdoor. Nee, ik denk de buitenwereld maakt het veel groter dan dat het voor de mensen die je kennen is. Want die zien al van mijlenver dit aankomen eigenlijk de meeste, denk ik. Ja. Als in dit kwam niet als een... Ja, voor mijn vriendinnen hebben natuurlijk jaren dat proces... Ja, die hebben jaren dat ik weet nog gezien. Dat mijn moeder bijvoorbeeld, die had meteen door dat het tussen jou en mij iets heel anders was vriendschap, ja. Dan gewoon een vriendschap. En ja, dat klopt. Nou ja, ik weet nog dat er mensen ook al heel snel zeiden van wat is er tussen Koen en jou. Dat ook gewoon al, zeg maar, dat waren gewoon dingen die... Dat verberg gewoon. Je niet. Nee. Dat verberg je gewoon je niet. Ziet dat gewoon echt... En ja, onze vrienden, ik kan echt niks anders zeggen, die zijn echt het meest supportive. Ja, het zijn inmiddels gewoon ook allemaal jouw vrienden. Als in, mijn vriendinnen, die zagen natuurlijk mij echt zwaar lijden op die momenten dat we elkaar niet spraken. Wat meestal van haar kant kwam. Dus die waren wel op een gegeven moment even beschermend. Zo van, ja, fuck, we zien jou iedere keer zoveel verdriet hebben. Maar nu, ja, we zijn gewoon een vriendinnengroep. En dat is ook heel bizar, want je bent zeg maar met je vrouw. In je vriendinnengroep. En dat is heel fijn. Want ja, dat maakt gewoon alles heel leuk. Dat je het gewoon samen kunt doen of zo. Ja. Nee, vrienden echt. Iedereen, ja, eigenlijk sowieso. We hebben we echt niet klagen. Nee. Zoals mijn tante. Die zei op een gegeven moment van. Hoe lang ik erover nadenk. Denk ik, waarom moest ik hier eigenlijk in het begin. Vond ik hier eigenlijk iets van. Want weet je wel, jij bent gelukkig. En jij bent mijn nicht. En ik hou van jou. Dus. Ik denk dat dat is ook een reactie die heel veel online ook komt. Van mensen die in eerste instantie een bepaald beeld hadden of zo. Ja. Of het raar vonden. Of er in ieder geval iets van vonden. En die dan op een gegeven moment nu zeggen van... Als ik jullie zo zie, dan begrijp ik niet waarom ik hier iets van vond. Want je ziet alleen maar gewoon... Blije mensen. Blije kinderen. Ja. Ja. Oké, next. Okay. We moeten er heel veel vragen. Ja, next. Het is echt zo lang dat Maar moeten we het allemaal doen? Oké, dat kunnen we gewoon kort doen. Zijn jullie spiritueel? Nope. Nee. Not at all. Nee. En jullie geloven ook niet? Nee, ook niet. We geloven in onszelf. Ja. Mensen zeggen, geloof jij? Zeg ik ja in onszelf. Heel, heel erg in onszelf. Oké, wat vinden jullie het allerleukste aan elkaar? Ik eerst? Ja. Jij bent super lief. Super zorgzaam. Als in... Altijd het goed willen doen. Wat ook je valkuil is. Maar altijd het goed willen doen in de zin van... nog weggaan zelf en dan toch koken zodat wij iets te eten hebben. Of als je ergens heen gaat dan een cadeautje meenemen. Of nou ja, gewoon in alle opzichten. En het principe dat je gewoon... Jouw mindset is zo... je gaat gewoon ergens voor en er is geen optie voor falen. Dat
bestaat niet. Nee. Waar ik dan soms terughoudend ben, of Ben of Koen dat ook kan zijn, ben jij, jij denkt er niet eens over na dat het mis kan gaan. Nee, we fixen gewoon dat het goed gaat. Of dat we er iets van maken. Of als het niet goed gaat, dan komt er wel weer iets anders. Of een veel andere weg. Ja. Ja, dat is gewoon heel speciaal aan jou. Ja. Oké, okay, nou ik. Ja. Wat vind ik het allerleukste aan jou? Nou, ook dat je verschrikkelijk lief bent. Ik ken echt niemand op de hele wereld die zo'n goede moeder is als Sjaak. Gewoon voor alle 7 onze kinderen. Dat is gewoon echt niet normaal. Gewoon zo, ja, lief. En ja, gewoon echt lief. Echt lief voor de kinderen. En dat je heel intelligent bent. Dus dat we heel fijn, heel goede gesprekken kunnen voeren. Waar Koen nog wel eens gewoon als een soort van bottenboer, zeg maar, ergens overheen balst. Kunnen wij heel goed praten altijd, ja, gewoon eigenlijk over alles, over maatschappelijke kwesties, waar we echt veel ook wel hetzelfde over denken. Ja. Maatschappelijke kwesties, maar ook gewoon over wat we voelen en wat er in, gewoon in onszelf speelt en zo. Het is gewoon, ja, de binnenkant. Mm-hmm. Zeg, want je bent heel knap van buiten, mm-hmm, maar echt nog veel mooier, mm-hmm, van binnen. Ja, eens, schat. Helemaal eens. Oké. Okay. Wederzijds. Nou. Dat was de portie liefde van vandaag. Dat is heel lekker, okay, zijn kind. Ja, mijn kijk, schat. Even kijken. Wie is het meest stressbestendig? Wie is het meest stressbestendig? Bij alle drie op een ander front. Ja, ik wou zeggen. Dus we zijn heel anders daarin, maar niet de ene. Ik met de kinderen. Andere. Ja, jij hebt wel echt de meeste geduld met de kinderen. Ja. En we kunnen, ja, het gaat om verschillende. Ja, ik wou zeggen, het is echt. Er is geen. Nee. Nee. Met de kinderen ik. Zakelijk jij, denk ik. Ja, ik kan. Ik weet niet. Net zoals dat ik van de week had ik een keer dat ik niet goed kon slapen, omdat er gewoon zoveel speelde in mijn hoofd en wat er moest gebeuren en wat er allemaal geregeld moet worden de komende tijd, dat ik er gewoon niet van kon slapen. Nou, dat heb ik echt nooit. Als in, voor mij, ja, maakt me niet zo heel erg druk of zo. Hij maakt je überhaupt niet zo druk? Nee. Maar als je je druk maakt? Ja, dat kan wel. Echt heel erg. Dan is het gewoon echt zo'n dekking. Willen jullie nog een kindje? Die moeten we beantwoorden, want die vraag komt zo vaak. En het is gewoon. Ik vind dat. Of Koen en ik nog een kindje willen. Ja. Kijk, wil je een kindje met de liefde van je leven? Ja, of course. Is dat iets wat je heel bijzonder. Wat heel bijzonder is en wat je. Wat heel mooi zou zijn. Maar dat geldt tussen Koen en mij, net zo goed als dat tussen jou en mij geldt. Ja. Alleen omdat Koen een man is, is het weer automatisch dat die vraag gesteld wordt. Dus dat is één punt waarop ik, zeg maar, altijd bij die vraag denk. En we hebben het er natuurlijk, het is wel eens ter sprake gekomen. Het gesprek wel gevoerd. Ja. Tuurlijk, we hebben het gesprek gevoerd. Alleen. Ik had het namelijk heel leuk gevonden. Ja, ik had het ook heel leuk gevonden. Jij had het heel leuk. Ja, tuurlijk. Alleen, ja, dat is ook trouwens wel heel bijzonder. Maar los van daarvan. Ik had het echt fantastisch gevonden. Ja. Het is gewoon een verbintenis of zo. Maar ik ben 36. Iemand zei laat alsof het van mij, dat het van mij niet zou mogen. Toen dacht ik echt, oh my god, wat een verkeerd beeld kun je hebben. Want jij bent degene die zei van, als jullie dat, jullie moeten daar echt over nadenken. Want op een gegeven moment is het is de tijd op. Ja. En als je het wil, dan ja, weet je wel. Maar nee, ik ben 36 en ik heb 3 kinderen. We hebben er samen 7. Het is ook mooi. Echt wel mooi zo. Ja. Ik hoef echt niet nog een kind. Ik vind het wel een goeie, want dit sluit heel erg aan op die vraag. Die staat er ook bij. Welke vragen of dingen kun je niet meer horen? Nou, dit is daar wel één van. Ja, dat is dat echt wel een soort onbeschoft is. Alsof ik aan iedereen ga vragen, wil je nog een kind? Weet ja, maar dat, bij ons daar zijn genoeg soort mensen die dat vragen aan elkaar. Ja. Maar ik vind dat ook niet een vraag die je stelt aan gewoon iemand. Ik weet niet. Nee. Misschien aan je beste vriendinnen of zo, weet je wel. Maar niet aan random mensen. Misschien probeert iemand wel heel lang en lukt het niet. Of ja, daar weet je zelf ook alles van. Nou ja, het is gewoon niet altijd een leuke vraag. Dus nee, we willen niet nog een kindje. Nee. Helaas. Nee. Hoe doen jullie je haar? Zoveel volume. Nou, dit is vooral Dyson Airwrap. Ja, de Dyson. Dyson Airwrap. Ja. En dat is het eigenlijk. Want we smeren er verder niks in. En een foamborstel. Ja. Kort, maar krachtig. Ja. We hebben geen Golden Secret. Maar die is wel echt tot op heden iedere euro waard. Ja. Wie slaapt er in het midden? En slapen jullie met z'n drieën? Of een schema wie wanneer met wie slaapt? Dit vind ik een vraag waar ik echt scheidziek van word. Ja. Ik kan echt veel hebben, maar. Oké, nou, toen wij. Kan gewoon. Wij nog niet een schema, in maar ja, in welke wereld is er een schema? Nou, maar schat, het is wel zo dat toen wij nog niet in één huis 24/7 woonden. Toen hadden we wel dat we, zeg maar, de ene keer kwam jij naar mij en dan sliep je bij mij. De andere keer kwam Koen naar mij en dan sliep hij bij mij. En dan waren jullie weer samen hier. En dan, toen hadden we wel een soort van.
Ja, omdat je, omdat je niet altijd samen kan zijn. En je hebt nou eenmaal op twee plekken kinderen. Dus je kan ook dan niet met z'n drieën continu bij elkaar zijn. Dus toen hadden we wel een beetje iets wat op een schema lijkt. Ja, niet een schema. Maar wel gewoon... Het kon niet anders. Maar we zijn met z'n drieën. Dus we hebben geen schema. We zijn gewoon met z'n drieën. Ik vind dat altijd zo raar. Elke nacht met z'n drieën. En met. Want je bent in een relatie met z'n drieën. Ja. Dus we slapen ook met z'n drieën. Ja. Die kat is aan het haren, gatver. Nou, en ik lig er met 910 keer in het midden. Ja. Ik kan niet slapen. En ik ga 1000 jaar in bed. Dus als ik in het midden lig, is het niet praktisch. Koen gaat af en toe wel. Af en toe. Dan zegt hij een keer van, oh. Ja, maar meestal. Ja. Daarom is mijn haar dus nu aan de achterkant plat. Want nu lig ik dus altijd op mijn rug. Want dat voelt gewoon fijn. Twee mensen vasthouden. Wij liggen heel vaak elkaars handje vast te houden. Nou, ja. Eigenlijk heel schattig. Eigenlijk andersom, want jij slaapt waar ik nou hier. Ja, andersom. Oh. Koen zat een vraag. Koen doet ook mee elke keer. Koen doet ook mee. In mijn tas, volgens mij. Oké, volgende. Hoe doen jullie met opvang van de kinderen? Ja, dat is één groot gezeik. Nee, we hebben gewoon 2 dagen in de week opvang. Dus beide kinderen zijn... Sjaak's kinderen zijn bij opa en oma een dag. En bij de andere opa en oma een dag. En onze kinderen zijn ook bij opa en oma, bij mijn ouders een dag. En bij Bonus opa en oma een dag. Dus dat is dan donderdag en vrijdag. En op dinsdag hebben we onze huishoudster, onze Tamara, onze heldin. Die is 2 dagen in de week is die hier in huis. En die doet op dinsdag, doet ze wat in huis, maar is ze ook bij de kinderen. Dus mochten we dan weg willen of weg moeten, dan is zij bij hen. Ja. En dat gaat wel van hem, overigens. Ja. Ja, ja. Oké, we hebben nog 5 minuten en dan moet ik koken. Oh, oké. Nou, let's go. Wonen jullie helemaal samen? Ja. Ja. Welke lipgloss draag je? Dit is de... De lip glow oil van Dior. En de kleur 001 pink. Die dragen we. En we dragen de lip maximizer ook van Dior in de kleur rosewood. Volgens mij is dat 11 of 12. Ja. Ook kort, nou, maar krachtig. Kort, maar krachtig. Maken jullie ooit ruzie? Wat doe je als er ruzie of gedoe is tussen 2 van de 3? Is er jaloezie? Ja, natuurlijk maken we ooit ruzie. In iedere relatie, neem ik aan, is er wel eens ruzie in meer of mindere mate. Ja. Wij zijn alle drie op andere manieren vrij fel. Ja, we kunnen alle drie echt. Dus wij kunnen heel goed ruzie maken. Ja, we kunnen heel goed ruzie maken. En dat, ja. Dat gebeurt. En dat gebeurt. En wat doen we als twee van de... Dat is heel kut voor de derde persoon. Want je zit altijd in een soort spagaat. Want de een zegt misschien dingen waar je mee eens bent meer dan de ander. Of andersom. Of je zit er een soort van tussenin. Altijd en als je net iets zegt, dan kan het net anders. Weer vallen, waardoor je dan onderdeel wordt van de ruzie. Dus het beste kun je gewoon je mel houden. Dan probeer ik altijd gewoon niks zeggen. Gewoon je er niet mee bemoeien. Wanneer had ik dit laatst? Vorige die woensdagavond. Dat oh ja, denkt, toen zei je, toen zei je ook, ik ga nu gewoon naar buiten. Ik ga buiten zitten. Ik ga niks zeggen. Uit. En dat ging toen, die keer ging het heel goed. Heel goed. Ik zei, ik ga niks zeggen, want dadelijk ben ik nog toch een beter hond. Eigenlijk mij niet bellen, zoek het samen uit. Tot zo. Ja, letterlijk, zo ging het. Maar dat dus. Is er jaloezie? Nee. Nee. Nul. Als er jaloezie zijn, zou dit niet werken, denk ik. Nee, dat denk ik ook Want dan ben je continu een soort van aan het spiegelen. Ja. Ja, jullie doen dit en wij doen dit. Of, je moet gewoon, denk ik, heel veel vertrouwen hebben. Dat hebben we alle drie. In je liefde voor elkaar en in dat je bij elkaar andere dingen weer vindt. En dat ieder stukje weer een andere dynamiek heeft. En ja, ik heb eigenlijk vanaf het begin, het maakt mij gewoon heel blij als ik zeg maar hun samen zie. En ja, ik ben het meeste weg. Als in, dat is ook een vraag voor dat je werk ben ik weg. Ja. En dat is ook een vraag van, kiezen jullie bewust voor tijd 1-op-1? Eigenlijk niet bewust, want het liefste zijn we gewoon met z'n drieën. Maar ik ben veel weg voor werk. Dus Koen en jij hebben best wel wat tijd samen. Wij zijn, als we werken, werken wij het meeste samen. Ja. Als in, wij zijn veel natuurlijk in de studio samen, op inkoop samen. Dat soort dingen doen wij heel veel samen. Ja. Dus dan... Maar dat is meer werktijd. En Koen en jij hebben meer zeg maar, banktijd. Ja. Maar als we iets leuks gaan doen, als we aan het eten of ja, we gaan nooit van, oh, jullie gaan vanavond uit eten en wij gaan morgen uit eten. Of zo. Nee, we maar gaan dat is ook niet leuk. Dingen doen. Ja, ja, maar dan kom je weer op het punt van, je bent gewoon we samen. Ja. Dus je wil samen leuke dingen doen en die dingen met elkaar delen. Ja. Ja. Maar jaloezie is er gewoon echt niet, want ja, wat ik zeg, dan zou dit gewoon niet werken, want dan krijg je altijd wrijving of, ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Ik denk dat het niet zo werkt. Hoe zit het met de huizenjacht? Ja, hier kunnen we denk ik nog niet zo heel veel over zeggen. Nee. Hopefully in a couple of weeks. Hopefully soon. Ja. Hopefully soon. Hoe doen jullie het financieel? Alles apart of alles samen? Samen. Alles samen. Ja. Dat is een heel veel gestelde vraag. Ja.
En mensen die dan bijvoorbeeld met die vakanties die dan zeiden, de kinderen van Michelle zijn niet mee, want Michelle wil niet voor hen betalen. Dat je denkt, maar dat echt, is echt, what the actual fuck, zeg je? Hoe haal je dit in je hoofd als in... Ja, dan is het heel duidelijk dat je jou niet kent, zeg maar. Nee. Dat zou je nooit. Als er iemand is die niet moeilijk doet over geld, dan ben jij het. Ik zou echt wel laten stuiven naar bijgeven. Ja. Echt. Ja. Dat soort overwegingen overigens van die vakanties, we hadden altijd andere oorzaken. Dat was nooit, ging nooit over geld. Nooit. Nee. Want als het niet zou kunnen, oké, dan ga je korter. Of je gaat ergens anders heen. Of je doet... We gaan het liefst ook gewoon continu met z'n tienen, maar je hebt een co-ouderschapper, daar moet je gewoon rekening mee houden. Dus, en in het begin is een vakantie lang aaneengesloten. Ga je dat al doen met kinderen? Dat is dan ook weer een overweging. En zij hadden iedere keer ook een hele fijne tijd met papa. Dus dat zijn ook dingen die... Ja. Ze zijn er gewoon niet altijd bij. Dat kan gewoon niet als je co-ouderschap hebt. Nee. Maar alles is voor samen, van samen. En daar zijn wij zelf heel blij mee. En dat werkt voor ons gewoon heel goed. Ja. Dan hebben we ook meteen gezegd van... Ja, en dat is een risico, dat begrijp ik. Maar we doen het allemaal samen. We hebben samen gezin. We hebben samen bedrijven. Zelfs de bedrijven die apart zijn, doen we samen. Want het werk doen we samen. Dus ik was gewoon heel stellig eigenlijk meteen. Want ik wil gewoon... Alles wat van mij is van ons is van Jaak en andersom. Ja. We zijn niet meer van deze tijd eigenlijk, hè? Nee, wij zijn heel ouderwets dan. Wij zijn heel vooruitstrevend, maar ook heel ouderwets. Even kijken, financieel. Komt er een boek? Ja, daar komt er een boek. Er komen twee boeken. Er komt een pasta boek en er komt een gewoon boek. Maar er moet wel eerst even iets meer tijd en iets meer rust zijn. Als in, voor nu was dat gewoon, is het gewoon nog onmogelijk. Maar dat komt wel. Ja. Het is high on de prioriteitenlijst. Ja. Hebben jullie met z'n drieën ook wel eens meningsverschillen over de kinderen? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat in de eerste instantie probeer je, of moet je nog ontdekken, echt wat zijn jouw normen en waarden, wat vind je belangrijk. Ja. Dus toen hadden we wel eens daar meer gesprekken over. Maar inmiddels merk je gewoon, zit allemaal echt wel op dezelfde lijn. En soms heb je wel dat de een iets op een bepaalde manier doet en de ander misschien... Maar dat heb je in elke... Tussen ouders denk ik altijd. Dat denk ik ook. Als je gaat samen... Nee, en je gaat samen dan bedenken... Oké, hoe gaan we dit dan fixen? Hoe willen we dit? Ja. Ja. Dat lukt wel heel goed. Daar ben ik wel trots op. Ja, ben ik ook heel trots op. Oké. Misschien kunnen jullie ook zo iets. Hoeveel werken jullie nou echt kapot veel? Dat willen we zelf niet eens weten. Nee. Hoe houd je privé en werk scheiden? Hoe zorg je voor balans? Niet. Daar hebben we net ook al. Hebben we gezegd, dat is er gewoon niet. Dat is heel lastig. Ja. Hebben jullie borstvoeding gegeven? Allemaal een jaar. Ja. Alle zeven een jaar. Morgen is je iets korter. Ietsje korter. Loutje ook ietsje korter. Maar in principe allemaal om en nabij het jaar. Ja. Lekker iets gezin ook. Maar ik weet niet, bij jou volgens mij ook. Ik dat gewoon heel... Vanzelf. En dat was niet... Ik heb me daar nooit heel erg... druk over gemaakt. En als het niet was gelukt, had ik het ook prima gevonden. Ja. Ik wilde het graag proberen. Toen was het makkelijk. Ja. Vond ik het goed. Welke vragen of opmerkingen over jullie drie zijn jullie echt beu? Dat van het kind van Koen en mij, dat is op een gegeven moment echt klaar. Ook dat slapen in bed. Je slaapt op de stretcher. Niemand. Dit met hotelkamers. Gaat er één in een aparte hotelkamer die je doorwisselen? Echt, in welke wereld? Dat zeg jij. Welke vind ik nog meer irritant inmiddels? Ja, alles wat heel erg gaat over dat we Koen en ik aan elkaar niet genoeg hadden, vond ik ook heel naar. Dat is heel vervelend. Vind ik niet leuk. Ja. Ik moet zeggen... Over seks, die opmerkingen van, kan ik erbij? Ja, daar word ik ook heel moe van. Dat je denkt, we hebben geen open relatie, hè? Of mensen die een bericht sturen van, ik zou heel graag een keer mee willen doen. Okay. Een soort van open invitation. Ik vind drie echt genoeg. Zo. Ik vind drie, het is echt fabuleus. Mensvol. Het is meer dan genoeg. Het is prima zo. Het is prima zo. Eigenlijk is dat ook bijzonder, hè? Dat wij dat elke dag... Dat zeggen wij iedere keer van. Dat is oprecht wel echt lijp. Als in heel veel mensen fantaseren over een trio. Maar voor ons is het gewoon dagelijkse kost. Dat is grappig. Ik denk dat Koen ook heel erg moe wordt van de vragen over hoeveel geluk hij heeft dat hij twee vrouwen heeft. Ja, daar wordt hij heel moe van. Dat hij daar heel moe van wordt. Hij zegt altijd, het is heel leuk. Twee keer heel leuk, maar het is ook dubbel gezeik. Als in, je hebt ook twee keer dat typische vrouwengemekker. Dus hij is heel blij met ons, maar daar wordt hij inderdaad... Dat is ook echt zo'n misconceptie, of hoe zeg je dat? Ja. Oké, door. Hoe is de verliefdheid tussen Sjaki en Koen ontstaan? Ja, het ontstond. Het was erg. Hij nog skiën volgend jaar? Laat je sowieso niet opereren. Nee, dat is ook een onderwerp waar er steeds echt mega vragen over komen. Mijn knie, ik heb natuurlijk een zwaar ski-ongeluk gehad, waarbij ik mijn
kruisbanden en mijn buitenband heb afgescheurd. Mijn binnenband heb ingescheurd. Mijn onderbeen heb gebroken of ingescheurd. Dat was het toch? Ja. Ja. Dat was het. En toen zou ik eigenlijk direct geopereerd worden. Dat heb ik toen uitgesteld omdat het zakelijk niet nodig was. Omdat ik heel weinig pijn had. Wonder boven wonder. Vraag me niet hoe dit kan. De arts die er in eerste instantie naar keek, vond het ook onvoorstelbaar. Dr. Brinkman. Maar de MRI, nou, die liegt niet. Toen heb ik het een paar keer uitgesteld. En toen dacht ik op een gegeven moment, waarom ga ik dit nog doen? Want ik heb gewoon echt geen pijn. Waarop steeds gezegd werd, op het moment dat je knie... dat je zoveel banden mist in je knie. Slijt het gewricht te snel. Waardoor je te vroeg een nieuwe knie moet. Omdat je dus instabiel bent. En de knie alle kanten op kan. Maar ik merkte daar eigenlijk niks van. Ik kon letterlijk op het strand voetballen met mijn kinderen in Dubai. En toen dacht ik van, wat ga ik doen? Waar begin ik toch aan? Toen heb ik een second opinion gedaan bij Topsupport. Bij dokter Bart van Soest. En... dat is de clubarts van PSV, dus daar kon ik terecht. Dat was heel fijn. En hij zei, toen hij me ging onderzoeken, toen zei hij, ik voel eigenlijk weinig instabiliteit. Hij zegt, ik wil graag een nieuwe MRI maken om te kijken hoe die eruit komt. Nou, daar was de conclusie hetzelfde. Die buitenband is helemaal weg. Kruisband is helemaal weg. Maar hij kwam ook tot dezelfde conclusie dat er geen slijtage in het gewricht zit. Dat mijn knie verder echt heel stabiel is. Vraag me niet hoe dit kan. Dus dat op dit moment opereren echt heel erg... onnozel zou zijn gezien hoe ons leven is en wat de impact van zo'n operatie is. Vooral zo'n buitenbandoperatie. Dus we hebben toen besloten om voorlopig niet te opereren. En om één keer in de zoveel tijd een MRI te maken om te kijken hoe het zit met de slijtage. Ja, dat. Ik mag zelf skiën, maar dan moet ik wel een brace. Ze laten nu zo'n CTI-brace maken. Die wordt helemaal op maat zeg maar, afgepast. En dan zou ik in theorie kunnen skiën. Ik weet nog niet of ik dat nu weer, of dat dit jaar weer gaan doen. Maar ja, op den duur sowieso ga ik wel weer skiën. Voor nu hou ik het bij voetbal. Met de kinderen en niet meer in teamverband. Maar dat. Dat is niet best. Even kijken, skiën. Pakken jullie nog wel eens één op één tijd? Of vooral met z'n drieën? Nou, heeft het ook wel over gehad, ja, toch? Ja, vooral met z'n drieën. Ja, toekomstdromen, de laatste vraag. Nou ja, in huis. Ja, ik heb ook echt helemaal plannen. Ja. Nee, het goor. toekomstdromen, nou ja, dat huis, maar dat is iets wat speelt en daar kunnen we hopelijk binnenkort meer over vertellen. Eigenlijk vooral dat we gewoon een plek hebben waar voor iedereen plek is. We zitten nu natuurlijk in een heel prima huis, het is 150 vierkante meter of zo, dus er is niks mis mee. Het is een fantastisch mooi huis, echt heel nice. Eigenlijk, ja, het is gewoon te klein voor 10 mensen. Dus als we dadelijk een huis hebben waar iedereen zijn eigen plekje heeft, dat meer badkamers. Dat vind ik echt, dat is oprecht, wel, dat kan wel redelijk binnenkort zo zijn, maar dat is wel echt een droom. Ja. Dat is iedereen zijn eigen plekje heeft. Wat ze overigens niet willen, want ze worden boos bij het idee. Ja, maar de mogelijkheid om op den duur dat ze allemaal een eigen kamertje hebben. Dat wij beneden ons eigen stuk hebben. Dat zwembad in die tuin. Gewoon dat, zeg maar, dat plaatje van later als je groot bent. Dat is wel een beetje onze toekomst ook. En die ligt nu in één keer heel erg in de handbereik. Dus dat is ook wel bizar. Ja. En verder denk ik, gewoon mooie reizen maken met de kinderen. We willen ze heel graag veel van de wereld laten zien. Maar goed, ze zijn natuurlijk nu nog allemaal klein. En het zijn er gewoon heel veel. Dus bijvoorbeeld New York en... de westkust van Amerika staan heel hoog op ons lijstje. Maar zijn nu gewoon, vinden wij nog echt te klein en met te veel. Zeg maar. Als in met 2 of 3 kleine kinderen is het weer anders dan met 7. Ja. Dus dat zijn reizen die we heel graag met ze willen maken als ze wat groter zijn. Ja, en een huisje op Mallorca toch wel ook. Dat is wel echt mijn soort van, ja, mijn droom. En ja, ik denk wel van ons alle drie inmiddels. Ja, dat... Als je toch daarheen gaat, is het fijn als je gewoon echt een eigen plek hebt waar je gewoon, ja. Aangezien het, ja. We voelen ons gewoon alle drie gewoon heel fijn op het eiland. Waar ik heel erg geluk mee heb, want stel je voor dat zij het allemaal kut hadden gevonden, dan was het echt een probleem geweest. Dat was zeker vervelend. Maar dat dat is wel een droom. En verder gewoon mooie herinneringen maken, samen. Ja, dat met kindjes. Ja. Heel oud en grijs en lelijk horen. Samen, dat ja, daar hoop ik eigenlijk gewoon heel erg op. Ja, helemaal eens. Oké, nou, ja. Wat is jouw heb jij nog toevoegingen van je toekomst? Nee, wat ik zeg, gewoon het fijn hebben met elkaar, met z'n drieën, met onze kindjes. Leuke dingen doen samen, dat is waar ik wel echt het meeste plezier uit haal. Ja. En gewoon dat er bij Jolie, dat gewoon echt een ja, op zichzelf staand bedrijf is straks. Dat we daar gewoon een... dat daar een rust en een, ja. Een... Niet meer zo continu rennen zoals we. Ja, en dat we daardoor gewoon meer tijd hebben om gewoon te genieten samen. Ja. Gewoon en dan van Jolie echt iets... Yeah. De lamp komt bijna naar beneden.
dat we gewoon Jolie gewoon echt een naam kunnen maken of zo. Ik weet niet. Ik ben zo trots op wat we neerzetten of zo. Ja, ik ook. En daar werken we zo hard voor. En dan gewoon, oké. Dat, ja. Ik sluit me hier volledig wel aan. Ja. Oké, ik moest er wel eens op koop dat je me leuk vond. Nogmaals dus, ik heb de kortingscode met Cloud Pillow. Dat was, wat zei ik nou? Michelle 25, die geeft dus 25% korting. Ik hoop dat je het leuk vond om naar ons geramble te luisteren. We hebben dit echt heel lang uitgesteld. We hebben dit zo lang uitgesteld, maar ik vind het heel leuk. Ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk. Ja? Ja, het viel mee, de vragen. Het is gewoon dat je gesprek voert, maar dus ja. Het voelt niet zo. Ja. Dus, nou, mocht je nog meer willen weten, dan ja... Stel vooral nog meer vragen in de DM voor daarvan verzamelen ze. En dan doen we binnenkort weer een keer zo'n video. Oké, voor nu was het hem. Thanks voor het kijken en tot de volgende. Doei.